Nogmaals, 26e conferentie, Glasgow. Dat is begonnen met een conferentie in Rio de Janeiro in 1992. Dus ik ga even heel breed en dan ga ik weer terug inzoomen. 92. Toen werd afgesproken dat we iets met het klimaat zouden moeten doen. Toen is daar vervolgens, 5 jaar later, het verdrag van Kyoto over gesloten. Dat is overigens pas in 2010 geratificeerd. En dat heeft geleid tot ja, andere conferenties in de tussentijd om te kijken hoe we dat zouden kunnen gaan implementeren. En u weet zich misschien nog te herinneren dat in 2009 een van die klimaatconferenties in Kopenhagen werd gehouden. Die voor iedereen totaal mislukt leek te zijn. Voor mij haalde ik eruit dat we toen als mensheid voor het eerst constateerden dat we eigenlijk niet boven die 2 graden gemiddelde temperatuurstijging zouden moeten uitkomen. En dat is een afspraak die eigenlijk zeker is keihard is, eigenlijk een constatering is. We hebben net gezegd van de aarde is niet meer te redden. Nou, de aarde heeft geen enkel probleem als wij er niet meer zijn, maar wij wel. Dus we hebben het altijd over het redden van de aarde. Dat is een groot misverstand, want dat is een manier om het van ons af te schuiven. 2009, 2 graden. We constateerden toen dat wanneer we die 2 graden overschrijden, dat we dan echt hele grote problemen hebben. Dus dat was een constatering die vervolgens in de conferentie in 2015, Parijs, klimaatakkoord, werd geëffectueerd. En waar 2009 mislukte doordat Denemarken, en dat zijn natuurlijk van die noordelijke calvinistische types, zeggen van, oh yes, jij draagt 10% aan de probleem bij, dan moet je ook 10% van de oorzaak opheffen door een bijdrage te leveren aan die oplossing. Dat werkt natuurlijk voor de wereld niet. De Fransen die begrijpen beter hoe je dat moet aanpakken. Die zeggen van, hebben we geconstateerd dat er een probleem is. En mocht het nou zo zijn dat je een bijdrage zou willen leveren, wat zou dat dan zijn? Een soort van uitnodiging. Het hoeft niet, maar if zo, dien dan je plan in. En dat hebben die landen toen allemaal keurig gedaan, want die willen natuurlijk niet achterblijven. Dus dat hebben ze voor 1 oktober 2015 hebben ze keurig gedaan. Maar toen werd uitgerekend wat dan het effect zou zijn als al die plannen van al die 196 landen op tijd zouden worden uitgevoerd. Ik heb het al eerder gezegd. Dus alle plannen van alle landen op tijd worden uitgevoerd. Dan zouden we uitkomen niet op 2 graden, laat staan op 1,5, maar op 3. Nou, ik ben in 2006 toen niemand het boek van Al Gore wilde uitgeven, Inconvenient Truth, tot mijn stomme verbazing zelf uitgever geworden. Want die dacht, ja, dat moet toch gebeuren. Dus ik ben het zelf gaan vertalen en heb het uitgegeven. Daar ben ik toen mee doorgegaan. Een van die boeken die ik bij het geven is 6 graden van de Engelse wetenschapsjournalist Mark Linus. En die heeft gewoon dwars door alle wetenschappelijke literatuur heen gekeken wat dat nou feitelijk zou betekenen als we 1, 2, 3, 4 of 5, 6 graden temperatuurstijging zouden meemaken. Dus je beschrijft dat heel precies en nauwkeurig. En bij 2 graden wil je eigenlijk het boek onmiddellijk wegleggen, want dat is iets waar je helemaal niet wil zijn als mensheid. Door het verschil tussen 1,5 en 2 graden, denk ik van 1,5 graad, waar hebben we het over? En vandaag is het 9 graden of zoiets. En gisteren was het nog 16 graden, dus dat maakt 7 graden verschil. En wat maakt 1,5 graad uit of 1 of 2 graad? Nou, ik maak dan vaak de vergelijking met onze eigen temperatuur. We zijn 37 graden. En wanneer wij 3 graden koorts hebben, 40 graden, ik weet niet wie het ooit heeft meegemaakt, maar dan ben je weinig fris hoor. En nog 1 of 2 graden bij, dan ben je er gewoon niet meer. Dus dat maakt echt ontzettend veel verschil. En dat uitgebalanceerde systeem waar wij in zitten, het gematigde klimaat waar wij al 10.000 jaar van profiteren, dat is een heel fijn afgestemd mechanisme wat ons de mogelijkheid geeft om ons te ontwikkelen. Ik bedoel, 10.000 jaar geleden, dat is voor de aarde die 4,5 miljard jaar bestaat, volgens de wetenschap, is dat natuurlijk een fractie van een seconde. Maar voor ons is dat een onvoorstelbare hoeveelheid. Ik had het over dat Grieks. Een van de dingen die ik onthouden heb, want het meeste vergeet je natuurlijk. Je weet nog wel het begin van de Ilias en de Odyssee. Hemos dire genea van his rodactylos eros. En andere poen en pamoussa, nou, et cetera. Wat ik onthouden heb, dat is dat het woord 10.000, weet iemand dat toevallig? Murioi. Ik schrijf het op zijn
ik preek het op zijn Nederlands uit, maar Murioi. En het aardige is dat 10.001 is ook Murioi. En 10.002 en 10.003, dat is gewoon veel. Dus wij kunnen ons gewoon niet, het is veel. Wij kunnen ons dat helemaal niet meer voorstellen. Dus we over een miljoen praten, over een miljard, ja, dat zijn abstracte bedragen. En 10.000 is eigenlijk al letterlijk onvoorstelbaar. Dus voor ons is 10.000 jaar heel lang. 10.000 jaar geleden zijn we begonnen met landbouw en langspant hebben we ons ontwikkeld tot waar wij nu zitten. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een speldeprik voor de aarde. Goed, 2 graden, heel erg groot verschil tussen nu en hier. Waar zitten wij nu? Ik kom even met een aantal getallen. We moeten even goed opletten, want de urgentie, het lijkt alsof wij die urgentie begrepen hebben. Die CEO's die een brief schrijven en weet ik het allemaal. Maar naar mijn idee echt nog helemaal niet. Wij kunnen ons echt niet voorstellen wat er ons te wachten staat. Als wij niet echt en dan ook wel heel erg snel en drastisch ingrijpen. Even een paar getallen. Ik heb de vorige keer ook al een paar daarvan genoemd. Het heeft van Adam en Eva tot 1800 geduurd, tot er 1 miljard mensen op de wereld rondliepen. Dat is een lange tijd. Toen heeft het maar 1 eeuw geduurd tot wij op 2 miljard zaten, een verdubbeling. En op het ogenblik zitten we tegen de 8 miljard aan. Dat is geen ontwikkeling, dat is een soort explosie. En per persoon zijn wij veel meer energie, veel meer grondstoffen en veel meer ruimte gaan innemen. Dus dat is een explosie tot de tweede macht, zou je kunnen zeggen. Jelle Reumer, de directeur van het Natuurhistorisch Museum in Schiedam, die ook leuke columns schrijft in Dagblad Trouw, die is bioloog en die heeft geprobeerd om uit zichzelf te stappen en als bioloog een boekje te schrijven over de mensheid. En hij zegt, ik kan maar tot 1 conclusie komen, wij zijn een plaag. En wat gebeurt er met een plaag? Die explodeert, hè? Neem eens een sprinkhanenplaag. Die vreet de hele boel kaal. Ja, en dan is het ook echt op. En dan is het gewoon een enorme geweldige ontwikkeling. En ineens totale collapse. Ja, mooie oplossing, maar dat is natuurlijk, in abstracto is dat zo, maar dat is natuurlijk helemaal niet leuk. En bovendien, wij weten waar we aan toe zijn. Dus dat verplicht ons ook tot handelen daarop, naar mij. Goed. Nog een paar cijfers. De industriële revolutie begon ongeveer 1800. Toen was het CO2-gehalte in de atmosfeer was ongeveer 275 ppm. We zitten op het ogenblik op 419. En de laatste keer dat we dat level in onze atmosfeer hadden, dat was 3 miljoen jaar geleden. En toen stond de zeespiegel 20 meter hoger dan nu. Hoe kan het dat nu niet het geval is? Dat heeft te maken met de vertraging in de doorwerking van dat percentage in het klimaat. Ik bedoel, dat is zo recent, die stijging, 200 jaar. Dat is wel over 10.000 jaar, wat voor ons veel is, maar voor het aardsysteem natuurlijk helemaal niks. En ja, 200 jaar is natuurlijk helemaal niks. Dus dat duurt een tijd voordat die doorwerking er is. 419. En op 450 ppm gaan we boven de 2 graden uit. Dus dat die afspraak van Kopenhagen en van Parijs. Maar 2 graden en 1,5 graad, lees Mark Lynas, dat is al een wereld van verschil. En 2000, of die 2 graden is eigenlijk een 50-50 kans dat het volledig uit de hand loopt. Echt volledig uit de hand loopt. En eigenlijk is dat dus het doel waarnaar de wereldgemeenschap streeft. Dus als het ons zou lukken om al die afspraken die we in Parijs hebben ingediend, dat ik al zei, dan komen we nog op een 50-50 kans dat het compleet uit de hand loopt. Nou, als je een bedrijf leidt en je afdelingsstrategie komt met een plan voor de komende 10 jaar, en de uitkomst is dat wanneer je dat allemaal doet, dat je dan op een 50-50 kans komt dat je totaal failliet gaat, dan denk ik dat je ze nog een keer opnieuw daarna laat kijken. Maar dat doen wij vooralsnog niet. Nog een paar cijfers.
tot die anderhalve graad, die eigenlijk al een soort tipping point is dat we niet zouden moeten willen bereiken, hebben wij nog een carbon budget, de hoeveelheid CO2 die wij, of andere broeikasgassen die wij lucht in mogen sturen, ter waarde van 8 maal de huidige jaarlijkse emissie. Dus voor 2030 zouden we eigenlijk naar 0 uitstoot moeten. 0. Het wereldgemeenschap, Green Deal, weet ik het allemaal, streeft er nu naar. En zelfs grote bedrijven die zeggen nu, nou eigenlijk, en zelfs China, 2060, 2050 zouden we naar die nul emissie toe moeten. Maar men praat daarover in de politiek alsof dat iets is van, dat moeten we gaan doen. En nou ja, 2045 gaan we daar eens een keer stevig over nadenken. Dat is alsof je met 100 kilometer op een muur afrijdt en dan 5 meter van tevoren besluit, nou, nu gaan we echt op de rem trappen. Ja. Dat is gewoon niet op tijd. Als je ziet dat het 50 jaar gemiddeld kost, vroeger in een ongecompliceerde samenleving, om van het ene energiesysteem naar het andere over te gaan, van turf naar hout, van hout naar olie, van olie naar gas. Ja. En je beseft je dat we nu met bijna 8 miljard mensen zitten in een waanzinnig complexe samenleving. Ja, dan zouden we eigenlijk eerder moeten beginnen. Maar dat gevoel van urgentie, van eigenlijk van paniek, dat is er eigenlijk niet. Ik bedoel, een aantal van, en we zijn allemaal geen 25 meer, laten we elkaar geen mietje noemen. We hebben misschien kinderen gehad. Je kan je misschien nog herinneren, als je dan een kind krijgt, begint te kruipen en je hebt een hele steile trap, dan doe je zo'n traphekje ervoor. Want je weet dat de kans dat dat kind, dus niet de zekerheid, dat de kans dat dat kind op een gegeven moment naar beneden kukelt als je dat niet doet, best groot is. Dus je voorziet dat, je gaat naar de winkel, je koopt zo'n ding, je zet het neer, prima. Dat zou verstandig geweest zijn een jaar of 30, 40 geleden. Want even voor de goede orde, doen wij het. Nog even wat cijfers. Hoe wij het CO2 die wij uitgestoten hebben sinds die 30 jaar, 1990 tot nu, is net zoveel als van Adam en Eva tot 1990. En het kost, wat ik al heel zei, een hele tijd voordat die uitstoot uiteindelijk ook doorwerkt in de fysieke realiteit. Dat smelt de zee van de Noordpool, Antarctica, Groenland, gletsjers en dergelijke, en stijgende zeespiegel. Dat duurt nog eindeloos door nadat wij al op nul zitten. Dus de impact van de uitstoot sinds 1990, die moeten we allemaal nog krijgen. Maar we zitten al op 1,1 graden. Dus we denderen die 1,5 graad makkelijk voorbij. Dat gaat gewoon, zelfs als we nu naar nul gaan vandaag, dan lukt dat al niet meer. Dus we denderen naar die 2 en eroverheen. Het is zo dat bij het uitvoeren van alle plannen die inmiddels dan ingediend zijn door alle landen, dat we al boven de 2,7 graden uitkomen. Dus niet 2, laat staan de 1,5. In Parijs is die 2 graden aangehouden met als toevoeging, we streven naar 1,5. Dat was gewoon een soort van vriendelijke bijzin, omdat anders het verschil tussen die 1,5 en 2 graden, dat scheelt een kwart van het aantal lidstaten van de Verenigde Naties. Die zijn namelijk dan sowieso onder water. Het is natuurlijk een beetje onvriendelijk om zeg maar in de doelstelling van de vereniging op te nemen dat een kwart van de leden onder water staat. Dus, maar goed, eigenlijk was het lippendienst, want iedereen wist wel dat dat gewoon niet ging gebeuren. Maar goed, nogmaals, geen 2, dat is dan 1,5, maar 2,7. Nogmaals, dat is in het allergunstigste scenario, als iedereen alle plannen op tijd uitvoert. Maar daar zitten we op dit moment helemaal niet op. We zitten op een koers, en ik zeg dat niet, maar dat zegt de baas van het International Energy Agency, dat is een lobbyorganisatie, onderzoekslobbyorganisatie van de olieindustrie, die na de oliecrisis in 1973 is opgericht. Dus dat is een onverdachte bron. En die zegt, wij zitten op het ogenblik op een koers voor 5,4 graden. Lees Mark Leiners erop op na, dat is gewoon de hel op aarde. Dus ik kan het niet mooier maken. Dus we moeten echt wat gaan doen. En ontzettend snel.
Ik had net dat voorbeeld van dat kind met dat hekje. De situatie waar we echt nu in zitten is, bij wijze van spreken, je hebt pech op de snelweg. Je zit de auto op de naast de vangrails, op de vluchtstrook. En jouw peuter kruipt uit de auto. En dan is de situatie van acute paniek aangebroken, rationele paniek. Je grijpt dat kind, want je weet, er komen auto's aan. Nou, het beleid op dit moment, ook in Nederland, is op dit moment zo dat dan de minister-president zegt, ja, de kans dat dat kind overreden gaat worden is natuurlijk heel groot, maar de dichtstbijzijnde auto is nog 100 meter verderop. Dat is op dit moment de situatie. Dus er moet echt wat gebeuren. Kan er wat gebeuren? Ja, wel degelijk. Dat is eigenlijk dramatisch. Als wij in een situatie zouden zitten van totale uitzichtloosheid en we hadden niet het inzicht en de middelen om er iets aan te doen, ja, dan hadden we echt een probleem. Maar dat is niet zo. Het mooie is dat we, en dat is voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, dus ook een geweldige prestatie die we geleverd hebben, dat we behoorlijk precies weten waar we aan toe zijn. De computer die het besturingsmechanisme aandreef, zou ik maar zeggen, om de capsule die gekoppeld was aan de raket die de eerste mens op de maan heeft gezet, die had ongeveer dezelfde rekencapaciteit. Ik kan bijna niet geloven, maar ik citeer dat, van een gemiddelde broodrooster nu. Er zit ook een chipje in die weet wanneer het brood rooster, en dan schiet hij omhoog. Onvoorstelbaar. En dat was in 1969. En dat is dus 50 jaar geleden. En in die 50 jaar, jullie kennen de wet van Moore, elke 18 maanden verdubbelt het geheugencapaciteit van chips. De snelheid waarmee we dingen kunnen uitrekenen. Dat geldt al, ik geloof, 40 jaar. Nou, ik had het net over Murioi. Wij kunnen ons niet voorstellen wat 10.000, 2. Hè? Maar dat is een exponentiële groei. Elke 18 maanden verdubbelt die rekenkracht. Nou, als je dat 40 jaar volhoudt, nou, dat vind ik echt volledig onvoorstelbaar. Maar met die rekenkracht, gecombineerd met alle satellieten die wij de lucht in hebben geschoten, die waanzinnig hoeveelheid data opleveren en die door die computers geïnterpreteerd kunnen worden en voor ons in hapklare brokken gepresenteerd, daardoor weten we nu precies waar we aan toe zijn. We kunnen nu ook meten en constateren, bijvoorbeeld, de aardgaslekken in de Russische pijpleidingen die de aardgas van Siberië naar ons toevoeren, weten we precies. Dat, hoeveel, effect, alles. Dus we weten alles. We weten echt alles. Wat het effect is op het Amazonegebied als we zoveel en zoveel gaan kappen. Wat dan het effect weer is op de Golfstroom. Gigantisch. Zo knap dat we dat allemaal kunnen. En met al die kennis doen we eigenlijk zo ontzettend weinig. Dat is eigenlijk wel een dramatische constatering. Een jaar of 20 geleden heeft de Amerikaanse schrijver Jared Diamond, die al gestudeerd had in Leiden, een boek, en daar ook een boek gepubliceerd in Sint-Jacobuskerk, of Jacobuskerk, weet ik niet. Ik was erbij. Van 1200 mensen. Indrukwekkend verhaal. Waar hij zijn boek presenteerde met de vrolijke titel Collapse. Ook letterlijk vertaald in Nederlands, uitgegeven door het Spectrum, met ondergang. Wat had die man gedaan? Die dacht, het gaat niet goed. Laten we ze op een rij zetten hoe vorige beschavingen, de Inca's, de Maya's, maar ook de Sumerische beschaving en Paaseiland en noem het maar op, hoe die ten gronde gegaan zijn. Was dat iets wat, als de inslag van de meteoriet bij Yucatan 65 miljoen jaar geleden, die het uitsterven van 90% van alle leven op aarde veroorzaakte, zijn dat zulke gebeurtenissen geweest? Of was dat iets wat men wel zag aankomen, maar wat men gewoon maatschappelijk niet geschaft kreeg? En dat men het er niet over eens kon worden om een gezamenlijke aanpak voor die existentiële dreiging voor die samenleving, om die aan te pakken. Ja. Tot zijn
hoe zal ik het zeggen, leedwezen moest je constateren dat het in geen van de gevallen het eerste was, maar in alle gevallen het laatste. Dus die samenleving die zag aankomen dat het fout ging, maar ze waren niet in staat om gezamenlijk een antwoord te geven daarop. Waarom schreef hij dat boek? Hij zegt, de vraag is of wij wel in staat zijn om dat te doen. Nou, die samenlevingen die zagen dat wel zo'n beetje aankomen. Maar wij weten het gewoon. Met wetenschappelijke zekerheid kunnen wij gewoon zien wat er gaat gebeuren. Nogmaals, ontzettend knap, maar het verplicht ook tot actie eigenlijk. Nou, andere Amerikaanse wetenschapper, Paul Hawken, die al sinds de 70e jaren boeken schrijft, waarin hij met het bedrijfsleven samen probeert om een duurzame koers in te zetten. De eerste boek wat ik ooit van hem las, dat heet Natural Capitalism. In Amerika moet het natuurlijk wel over kapitalisme gaan, want anders willen ze überhaupt niet luisteren. Maar goed, wel Natural Capitalism. Geweldig boek. Later schreef hij in 1994 een boek, The Ecology of Commerce. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. En in 2-3 jaar geleden schreef hij een boek, dat heet Drawdown. Dat is het moment in de tijd waarop het CO2-gehalte weer drawdown omlaag gaat. Wat beschreef hij in dat boek? Dat heeft hij overigens niet zelf gedaan. Dat heeft hij met 800 wetenschappers over de hele wereld, die er jarenlang aan gewerkt hebben, heeft hij dat genoteerd. Het is een prachtig boek met schitterende plaatjes, maar en hoeveelheid informatie waar je echt helemaal van staat te duizelen. Ik bedoel, als ik mensen dat boek ga aanraden, dan zeg ik altijd, lees niet meer dan 2 pagina's per dag, want je kan het echt niet absorberen. Cijfers, maar ook een shot adrenaline in positieve zin. Dat je denkt van, wow, is dit allemaal mogelijk? Wat is dat boek? Dat is de top 100 oplossingen voor klimaatontwrichting. Of tegen klimaatontwrichting. Wat hebben we als mensheid in onze toolbox, noem ik het maar, om het aan te pakken? En het zijn top 100 oplossingen. Er zijn er nog veel meer. Maar die top 100 die kunnen het helemaal al fixen. En kost het nou heel veel geld? Nee, maar er is veel geld mee gemoeid. Maar het kost niet veel geld, het levert heel veel geld op. Los van het feit dat je voorkomt dat je ongelooflijk veel kosten moet maken die down the drain zijn. Het repareren van schade. Ellende in Limburg en in Duitsland, België, Oostenrijk met die vloed. Overvloedige regenval. Nee, het zijn investeringen die zichzelf meer dan 100% terugverdienen. Dus de investering is, heeft uitgerekend de komende 30 jaar van alles wat er dan al nu al beschikbaar is. Hè. Geen dingen die nog ontwikkeld moeten worden en die nog in de proeffase zitten, wat dan ook, maar nu al beschikbaar zijn, alleen maar opgeschaald hoeven te worden. Investering van iets van 33 biljard euro. Nou, dat is wel veel geld. Overigens is dat ongeveer het geld wat we in 1 jaar hebben weggepist aan het oplossen van het COVID-dingetje. Maar goed, het is over 30 jaar bovendien. Dus een deel dat doet, dus maar 1 biljard per jaar. En de opbrengst, het is een investering, opbrengst is 76 biljard. Dus dat is meer dan 100% financiële winst. Los van het feit dat je die schade voorkomt en los van het feit dat je niet de aarde redt, maar onszelf. Nou, why not, zou ik zeggen. Het is best leuk om aan iets te werken wat positieve impact heeft, toch? Schitterend boek. Prachtig. Ik kom even terug. Ik heb wel 3 minuten. Ik noemde net The Ecology of Commerce. In 1994 schreef Hawken dat boek. En dat kwam in handen van een van die CEO's. Deze man is inmiddels 10 jaar dood, moet ik zeggen. Ray Anderson. Die in 1970 een bedrijf had opgezet. Interface, groot tapijtbedrijf. Niet katoen, maar zeg maar getransformeerde olie. Het meeste kunststof tapijt is gewoon olie. Zelfs de lijm waar je mee vast is, is olie. Dus die had in 1994 las ik het boek, na een kwart eeuw. Succesvol bedrijf, miljardenbedrijf geworden. Hij nog steeds aan de baas, aan de top van het bedrijf. En die las dat boek een paar dagen voordat hij zijn nieuwe aandeelhoudersvergadering had. En die dacht, ja, ik kan niet onweten wat ik nu weet. Ik zit helemaal verkeerd. We zijn een ongelooflijk vervuilend bedrijf. Heel winstgevend, maar heel vervuilend. Dus ja, hij sliep gewoon daar een paar nachten niet van. En ging toen naar die aandeelhoudersvergadering. En we zijn nu met z'n 70 of zoiets. Maar die stond voor een zaal van 1000 mensen.
zei het van, en die zegt ervan, wat zal de dividenduitkering dit jaar zijn? Die man die gaat daar staan, houdt 5 seconden zijn mond, kijkt die zaal in en spreekt die mensen toe met de historische woorden, fellow criminals. Nou, toen had hij de aandacht, hè? Zal ik maar zeggen. En vervolgens ging hij uitleggen, van, ja, wij zijn totaal onduurzaam bezig en dit gaat gewoon niet. Ook voor ons bedrijf zelfs niet, maar ook voor de samenleving niet. Dus we moeten het echt anders gaan doen. Hij voegde eraan toe, someday people like me will be put in prison. I am a legal thief. Nou, de aandeelhouders die dachten, die man is gek geworden. Dus die dumpte gelijk hun aandelen. Koers kelderde omlaag de volgende dag. En toen ging hij voor zijn troepen staan en zegt van, jongens, dit is de situatie. Dit is de realiteit. Dat iedereen zijn aandelen verkoopt is ook de realiteit. Maar de realiteit is ook dat we nog een fabriek hebben, dat jullie hier staan, dat we weten wat we moeten doen. Dat we iets moeten doen. Hoe gaan we nog uitzoeken? Enorme klus, maar eervol, want het moet gebeuren. Dus we gaan het doen. We zijn nu 15 jaar later. En inmiddels is dat bedrijf, nogmaals, hij is zelf 10 jaar geleden overleden, is Beyond Zero. Beyond Zero betekent dat ze nu een positieve bijdrage leveren. Dus ook bijdragen aan die drawdown, terwijl ze nog steeds een succesvol miljardenbedrijf zijn. Ook een vestiging in Nederland, het oude Heugenveld in Scherpenzeel. Beyond Zero, fantastisch. Overigens is dat de titel van een film waarvan ik op 11 november de première in Theater Gooiland in Hilversum organiseer. Dus als iemand daarin geïnteresseerd is, geef dadelijk je e-mailadres, dan stuur ik jullie een uitnodiging. Dat wordt een bijeenkomst overigens met heel veel CEO's, die ik daar naartoe lok. En vervolgens na afloop van die film zeg ik, ja, een bedrijf wat ongelooflijk vervuilend is, 100% olie is, die heeft het voor elkaar gekregen. En het begon er in 1994 mee. Wie durft er nu zijn vinger op te steken van, ja, maar voor mij is dat echt te moeilijk. De noodzaak is er, de mogelijkheden zijn er. Waarom doen we het niet? En wij, onze generatie, mag ik ook zeggen, mijn generatie, we hebben gewoon aanvankelijk in alle onwetendheid, hebben we gewoon ons best gedaan om ik ben dan nog van 53, eind 53, dus ik heb niet bijgedragen aan de wederopbouw, maar een aantal van jullie wel. Maar in de tijd daarna ook geprobeerd om een zo goed en rechtvaardig mogelijke samenleving mee op te bouwen. Maar we hebben het tot nu toe in dat opzicht helemaal niet goed gedaan. Dus wij moeten daar nog een bijdrage aan leveren. We moeten nog echt even aan de bak voor onze kinderen en onze achterkleinkinderen. En zelf ben ik, want ik denk, ja, ik ben in 82 een bedrijf begonnen, zijn mijn laatste woorden hoor. In 1982 een bedrijf begonnen om bedrijven, overheden en natuurmilieuorganisaties te helpen met het formuleren van hun duurzaamheidsbeleid. En om het daarover te hebben, de communicatie daarover te verzorgen. Maar na die film van Al Gore, die ik ook in Nederland gehaald heb met hemzelf, tot mijn stomme verbazing, want niemand wilde dat doen, want het een complex, controversieel onderwerp was. In 24 uur was er ineens een heel andere discussie in Nederland. Ik wist niet wat mij overkwam. Sinds die tijd dacht ik van ja, wat ga ik dan zelf echt doen anders dan mensen adviseren en helpen te communiceren? Ik moet gewoon op een andere manier gaan proberen te communiceren, namelijk op een manier die al bijdraagt aan de oplossing en daardoor overtuigender communiceert dan alleen maar het houden van een verhaal. Dus ik weet niet of je ooit gehoord hebt van Wakka Wakka. Dat is een bedrijf wat zonne-energie voor mensen in afgelegen en niet op het elektriciteitsnet aangesloten gebieden betekent. He, dus ik mag zeggen, schone energie voor mensen die het echt nodig hebben. Heeft iemand ooit gehoord van Kipster? Dat is een kippenbedrijf wat het compleet anders doet en bij Lidl te koop ligt voor een hele lage prijs, zodat iedereen kan meedoen. Want het gaat er niet alleen om de oplossing te realiseren, maar dat ook op een rechtvaardige manier te doen. Mensen hebben tegenwoordig steeds meer gelukkig over klimaatrechtvaardigheid. En dat heeft dan niet alleen te maken met het feit dat de mensen die er het minst aan hebben bijgedragen dat we dit probleem hebben. Namelijk nauwelijks CO2 in de lucht stoten, bijvoorbeeld Afrika, om maar wat te noemen, die daar echt
als eerste de grote impact van hebben. Dus super onrechtvaardig. Maar ook in Nederland zelf. Mensen die in tochtige huurwoningen wonen en nu geconfronteerd worden met een enorme prijsstijging van aardgas. Ja, die zijn de eerste die we moeten helpen om te isoleren, energie te besparen, et cetera, et cetera. Dat is goed voor de planeet, maar ook goed voor hen. En ja, als wij, we're in this together, als we dat niet op een rechtvaardige manier oplossen, dan gaat het probleem ons oplossen. Want als die ongelijkheid in de samenleving te groot wordt, dan krijg je op een gegeven moment stront aan de knikken. En daar heeft niemand plezier van. Dus dat moeten we gewoon echt samen oplossen. Nou, dus dat kipschep op. Er zijn nog een aantal bedrijven. SoLarge, Holy Greens. Nou, daar ga ik verder niet over hebben. Maar eentje wil ik toch wel even noemen. En dat bedrijf dat heet op dit moment nog Blue Match. Vanaf over 2 weken gaat het Ignite heten. Want de tagline is Igniting a Better Life. Wat doet dat? Dat is het helpen van mensen, de 3 miljard mensen die vandaag nog op hout en houtskool koken. Hè? 3 miljard mensen, die kappen elke dag een boom om. Wat om alle redenen geen goed idee is. Maar die zitten dan bovendien nog in de stank en de rook. 4,5 miljoen mensen per jaar die overlijden aan rook. Doordat ze gewoon in een hut of gewoon open vuur, slechte verbranding, et cetera. Dus samen met andere mensen, ik kan zelf niks, ik ben politicoloog, dus ik praat met mensen die wel erg verstand van hebben. En probeer die dan met elkaar te verbinden. Die hebben een super efficiënte koekstoof ontwikkeld. Die echt 6,5 keer efficiënter is dan gebruikelijk. En die bovendien geen rook en geen stank en geen roet, et cetera, produceert. Omdat we in dat ding, het is een technisch verhaal, maar niet uitleggen, we produceren daar aardgas. Het is gas, methaan. Wij noemen het aardgas omdat we het uit de Groningse bodem halen. Maar het is gewoon methaan. En dus wij hebben zelf ook geen rook en roet en stoom, ellende in de keuken. Gewoon waterdamp en CO2, dit zit. En doordat het zo efficiënt is, heb je veel minder materiaal nodig. En bovendien geen hout, geen bomen, maar agroafval. Wat nu gewoon de fik gestoken wordt omdat het in de weg ligt. Nou, Blue Match, die dingen. We hebben uitgerekend dat wanneer we 50 miljoen van die dingen maken, dat zijn er veel, maar nog veel te weinig om iedereen te helpen, maar dat is een fractie, 50 miljoen, dan kunnen wij door al die andere voordelen ook nog te incasseren, de totale Nederlandse CO2-uitstoot van 200 miljoen ton, tot nul reduceren. Voor een kosten van 300 miljoen per euro. Nou, dat is geloof ik een 20ste van wat Rutte notabene uitgetrokken heeft als extra bijdrage om iets aan het klimaatprobleem te doen. Dus waar wachten we op, zou ik bijna zeggen. Het is een waanzinnig goede investering in alles en iedereen. Dus de mogelijkheden, kortom, ik ben klaar. Maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar dit is een hele concrete waarbij we mensen die nu op alle mogelijke manieren in de problemen zitten, helpen om zichzelf te helpen. Terwijl we ons als totaliteit ook helpen. Nou, ik wens u een hele mooie dag toe. Dankjewel.